Diwali, of het lichtjesfeest, is ook dit jaar in verband met COVID-19 anders gevierd dan voorgaande jaren. De verschillende culturele organisaties hebben de Hindoe-gemeenschap gevraagd om dit feest in besloten kring te vieren met eigen familie. In de omgeving van het resort Livorno hebben enkele automobilisten geprobeerd om een kleine Diwali-optocht in de buurt te organiseren met versierde auto's en trucks. Volgens Anil Manurat, voorzitter van de Culturele Unie Suriname De Kus, is er van het jaar afgeweken van een Diwali-manifestatie. Dus vorig jaar, laat ik zeggen, de COVID was niet zo erg nog en er waren niet zoveel varianten. Dus vandaar hebben we dit jaar eigenlijk gekozen om dan het te annuleren. We hebben de manifestatie niet georganiseerd, omdat we toch een bijdrage willen leveren om te beperken dat de besmettingen niet verder worden. Want we gaan eigenlijk voor land en volk. Het is belangrijk dat wij elkaar moeten beschermen. We moeten elkaar beschermen, want u ziet het, we zitten al zo lang in lockdown. Vandaag ook lockdown. En de ondernemers klagen, de restauranthouders, iedereen klacht. U klacht ook, ik klag ook. We kunnen niet vrij leven. En dat frustreert mensen ook al een beetje. Dus we dachten, laten we dan annuleren voor dit jaar. En laten we kijken dat het volgend jaar, als de meeste mensen een vaccinatie hebben, dat als de regering het weer helemaal open laat of toelaat, dan kunnen we kijken. Dan beloof ik wel dat we volgend jaar een spectaculair gaan neerzetten. Volgens Pramsoek Satyanand, voorzitter stichting Jagran Mandal Suriname, wordt in de Hindoe-religie tijdens Diwali Godin Lakshmi gediend. Dit is een feest waarbij het goede het kwade overwint. Voor de dag aanbreekt, wordt de omgeving helemaal schoongemaakt. De COVID-pandemie heeft het wat moeilijk gemaakt voor kinderen die bij ouders op bezoek willen. De situatie nu kan je ook niet uitgebreid dingen doen. Kijk, de kinderen kunnen vandaag bijvoorbeeld kunnen de kinderen niet bij de ouders gaan, wat normaliter een gebruik was. Dus dat zullen die beperking zullen ze voelen. Maar met pandemie, alles alle activiteiten hebben effect. Ook Diwali heeft zijn effect. De pandemie heeft effect op Diwali. En zo heb je ook andere activiteiten. We hebben mandirdienst en ja, ik kan die mensen niet zeggen, wij adverteren niet. Wie vrijwillig komt, die komt. Maar ja, ik kan de mandir niet sluiten. Dus, Verschillende religieuze organisaties spreken de hoop uit dat de energie en positiviteit die door Diwali gegenereerd wordt, verder gegeven mogen worden. Mogen dit feest het geweten van onze leiders verlichten tijdens hun beraadslagingen en besluiten de komende dagen. Aldus de Interreligieuze Raad in Suriname.